Laatst genoemen de slagwerkgroep van muziekvereniging Animator uit Nistelrode. Deze 15-koppige groep jonge muzikanten zal vandaag voor een tweede keer in de geschiedenis deelnemen aan hun podiumconcours. Desondanks is het voor een groot deel van de groep een concoursdebuut. Naast de slagwerkgroep heeft Animato ook nog een goed bezette jeugdslagwerkgroep. Zowel de individuele opleiding als beide slagwerkgroepen staan onder de enthousiaste leiding van docent en dirigent Paul van Lokven. Ter voorbereiding op de concoursdeelname heeft de slagwerkgroep diverse try-out concerten gegeven en deelgenomen aan het Kempische Slagwerkfestival. En met succes! Met maar liefst 92 punten zijn de slagwerkers als winnaars uit de bus gekomen. Het programma wordt geopend met het concertwerk De Hobbits van componist Henk Martens. Een klassieker in de slagwerkwereld welke perfect aansluit bij de kwaliteiten van de groep. Zowel de ongestemde als gestemde spelers komen volop aan bod. Vervolgens gaat u luisteren naar Northern Lights. Een klein en sfeervol koraal van componist Martijn Oostra. Aansluitend klinkt de Da Vinci Code van Hans Zimmer, een werk welke speciaal voor slagwerkgroep Animato is gearrangeerd door Melvin Puin. Hierin zal de groep worden bijgestaan door basgitarist Peer van Vrede. Als vierde en laatste werk gaat u luisteren naar Makuna Bakunai 2.0. Eveneens een bewerking van Melvin Puin. Een energiek en uitdagend werk welk perfect aansluit bij de leeftijdscategorie van de slagwerkers. Zowel voor spelers als publiek een muzikaal genot. Graag jullie aandacht voor de slagwerkgroep van muziekvereniging Animato uit Nistelrode onder leiding van Paul van Lokven. APPLAUS.